al, het wordt een kattenspecial deze keer. Ja, we kunnen hem zelfs ook een kittenspecial noemen, want ja. We hebben er echt behoorlijk veel binnengekregen de laatste weken. Hoeveel? Ik denk dat we er nu met de pleegzinnen erbij bijna tegen de 30 aan zitten. En dat is, dat is best veel. En ze stromen nu ook met bosjes binnen gewoon. Dat je echt denkt van, het seizoen is heel laat begonnen, want begin mei hadden we bijna nog niks. En nu komen ze achter elkaar binnen. Dit is er eentje? Ja, dit is ook zo'n katje. Gewoon ja. Superleuk, gewoon supergezellig. Liep gewoon zo op straat. Dat je echt denkt, hoe kan dit? Dit is gewoon in huis opgegroeid. Super tam, supergezellig. En buiten gevonden en niemand meldt zich meer. Nou, wat dat betreft hoeven we er niet moeilijk over te doen. Het is een superleuk katje. Je hoort hem knorren. Ja. Het is een katertje. Een week of 12 zal die ongeveer zijn. Is die leuk? Ja, rood-wit, hè? Dat spreekt toch heel veel mensen aan. Sjors, ook in zijn upje gevonden. Honderden vlooien zaten erop toen hij gevonden was. Dus het was wel duidelijk dat hij niet, ik denk op een boerderij geboren en gewoon in de stal of weet ik veel. Maar in ieder geval, ja, duidelijk niet zomaar rechtstreeks uit huis. Wel duidelijk veel ervaring met mensen gehad, want hij is gewoon een hele lieve, een heel gezellig katertje. En het is een ontzettende boender. Hij is ontzettend speels. De andere kittens worden af en toe gek van hem. Als je hem door het hokje ziet scheuren, erg lollig. Maar ik denk wel dat het echt een kat is die gewoon echt naar buiten moet. Ja. Natuurlijk nog niet nu. Pas als ze gecastreerd zijn, vind ik vast een juiste leeftijd op een maand of 7. En ik denk dat het voor hem wel leuk is als hij een maatje heeft. Waar hij gewoon mee kan rafotten. Ja, als hij zo speels is, dan moet het huis wel, ja, toch? Ja. Ja, maar hij kan het trouwens heel goed vinden met Jimmy die we hiervoor hebben voorgesteld. Die zitten samen, nou dat is ook echt dikke mik. Dus die zouden ook heel goed als duo kunnen. Is het een tweeling? Zou kunnen toch? Het is broer en zus. Suske en Wiske. Ja. Zijn hier gekomen met hun moeder. Moeder was een hele bangige kat. Was met een vangactie binnengekomen. En godzijdank zijn hun ook inderdaad, toen ze heel klein waren, meegekomen. Zodat ze dus inderdaad gewoon de kans hebben gewoon op een goede socialisatie. En gewoon op een mooi huis. In plaats dat ze buiten in de natuur opgroeien. Twee schatjes. Ze zijn nu een week of bijna 8 weken. Het zou leuk zijn als ze met z'n tweeën worden geplaatst. Het is niet een verplichting. Maar het is gewoon een leuke set. Ze liggen ook heel veel bij elkaar. Ik gun het ze met z'n tweeën. Maar nogmaals, het is niet verplicht. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als het wel zo gebeurt. Het is sowieso met kittens bij ons dat een kitten alleen, als je hele dagen werkt, dat doen we niet. Een kitten inderdaad met opgroeien. Inderdaad, als je dit gewoon de hele dag alleen thuis laat zitten. Nee. Ja, weet je, krijg je waarschijnlijk gewoon... kan je wat sloopgedrag gaan krijgen natuurlijk. Ze gaan zich toch vervelen. En het is natuurlijk ook voor hun welzijn, gewoon voor het sociale gedrag zou het gewoon heel goed zijn. Nog een beetje klein ook. Ja, ja. Het blijft leuk, hè? Toch? Het blijft echt wel koddig. En dit is natuurlijk ook wel, vind ik zelf ook wel, super knap werkelijk. Ja, ja, ja. Ze kunnen nog niet gelijk weg, want deze zijn gewoon net 6 weken. Maar ik dacht, ik laat het wel even zien wat er nu allemaal binnenkomt. Uit één nest, deze? Uit één nest. Want deze maar ze zijn bruin. Samen gevonden, ja. Dus... Terwijl het bijzonder is dat deze ietsje langer haar heeft. Hun zitten ook wel allebei vol in de vacht, maar deze is duidelijk wel echt een lang haartje. Katertje, 2 poesjes. Ook zomaar gevonden. Dus, komen ze uit Soest? Nee, komen uit Laren. Ook deze, nog niet direct plaatsbaar. Maar ik laat ze wel even zien. Vanochtend binnengekomen. Ja, deze is wat kleiner, hè? Maar ik denk wel dat het één nestje is. Midden op een industrieterrein. In Bunschoten. Ja. Liepen ze rond. Ook deze. Nou, je hoort ze al knorren. Dat je denkt, hoe komen die daar? Nou, die zijn wat mij betreft dan denk ik van volgens mij gewoon neergezet dan.
als je zo'n, zo'n kitten wil hebben, ja. We hebben nu al verschillende gezien. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dan niet meer weten hoe die heet of zo. Kan je dat ergens nakijken? Of moet je dan, zeg je van nou, kom gewoon even hierheen? Kom gewoon kijken. Ja. Kom gewoon kijken. Op de site hebben we staan, kijk, deze staan bijvoorbeeld nog niet op de site, omdat ze nog niet direct plaatsbaar op de site staat bij ons de kittens die gelijk plaatsbaar zijn. En ja, ben je geïnteresseerd? Nou, we hebben er nu echt genoeg. Kom langs. Kan elke dag van maandag tot en met zaterdag tussen 9:30 en 16:00. Wat kost het eigenlijk als je zo'n kitten hebt? Een kitten hebt, dan is het €65. Daarvoor heeft hij zijn eerste inenting gehad, is hij ontwormd en is hij gechipt. En natuurlijk flowvrij. Soms zijn het als kittens hier wat langer zitten, dan hebben ze ook de tweede enting gehad, die ze normaal met 12 weken krijgen. Als ze die allebei hebben gehad, dus zowel de eerste als de tweede enting, komt er €20 bij, dus is het €85. Ik durf bijna niet te vragen, maar heb je er nog meer? Ik heb nog meer kittens, maar ik dacht, laat ik nu ook zo meteen maar eens een andere, een wat grotere laten zien. Dat we alleen maar gewoon kittens hebben. We hebben natuurlijk ook nog volwassen katten. En dit is een semi-volwassen kat, want hij is ook nog heel jong. Ja, hij is een maand of 9, 10. Ja, het is een katertje gevonden, inmiddels gecastreerd. Hij is nu opeens zijn been een beetje bleu aan het doen, terwijl dat normaal is hij dat helemaal niet. Zijn naam is Bree. Ja, liep gewoon op straat bij mensen inderdaad een paar dagen inderdaad in de tuin hierheen gebracht. Ja, en wij dachten, weet je, het is een hele knappe kat. Super lief, ziet er heel goed verzorgd uit. Die wordt wel gehaald, maar ja, helaas ook deze niet gehaald. Dus op zoek naar een nieuwe baas. Ja. Nou, we kunnen er kort over zijn. Hij is heel leuk. Het is een hele leuke, lieve kat. Ik denk ook prima dat hij in een gezin kan. Ik denk wel dat hij graag naar buiten wil. En wat we hier zien, hij reageert hier heel sociaal op andere katten. Ja. Nou, deze heeft de maat van een kat, dus ik dacht, die kan er wel even tussendoor. Hij kan erbij, hè? Hij kan erbij. Luna, een kruising Chihuahua. Een teefje van 9 jaar. Een steriel teefje. Is hier naartoe gebracht omdat ze niet ervan houdt om alleen te zijn. En als je dat wel doet, dan laat ze het horen. Ja. Ja, dat ging, was helaas, had het ook zo, want hij woonde ook zelfs met twee andere honden. Maar moest daar wel regelmatig alleen zien. Ja, dat trekt zij gewoon niet. Dan gaat ze blaffen. Andere honden gingen ook een beetje mee blaffen. Dus ja, die situatie werd steeds vervelender. Toen is ze even, hebben die mensen dus zelf haar herplaatst bij een oudere mevrouw. Maar ja, ook daar hetzelfde probleem met alleen zijn. Dat alleen zijn, dat moet je dus niet onderschatten. En niet dat mensen denken van, ah, oh, klein schattig hondje. Ze heeft een heel klein schattig hondje, ze is ook heel leuk, maar ze heeft wel een behoorlijk stemmetje erop. Dus, ja. Goed met kinderen, goed met katten, goed met honden. Voor de rest echt een heel leuk hondje. En voor een chihuahua, want ze kunnen natuurlijk nog wel een beetje eenkennig zijn. Dit is wel dan een kruising. Is ze heel open, heel, maakt ook makkelijk contact. Maar ja, dat alleen zijn, daar moet je echt wel... ze wil graag mee. Ja. Mee in de tas. Kinderwagen zal ze denk ik ook niet zo'n probleem vinden volgens mij. Ik heb er pas één gezien in de wandelwagen. Als ze maar mee kan. Ja, een moederpoes en 5 kittens, hè? Ja. Wat leuk, hè? Echt superleuk. En het is ook een hele lieve moederpoes. Het is echt een heel schattig dametje en die ook alles best vindt dat je de kinderen aait en pakt en doet. Echt heel makkelijk, heel sociaal. Gevonden, ja, met qua achtergrond dat je ook denkt, superleuk katje, moet toch gemist worden. Gelukkig op tijd gevonden, want zeker die 5 kleintjes buiten. Ja, het is de hoogste tijd dat ze indrukken gaan krijgen met mensen en interactie. Nou, dat is allemaal nu al hier al helemaal prima. Maar ja, om dat laatste setje socialisatie nog mee te geven, zoeken we eigenlijk een pleeggezin. Wat houdt een pleeggezin in? Dat je tijdelijk dus een moederkat met kittens in huis hebt. Wat is daarvoor nodig? Een aparte kamer, waar ze dus inderdaad apart kunnen verblijven. Het is niet de bedoeling dat ze gecombineerd worden met de andere dieren in huis. Zeker wel later voor het socialiseren een beetje, maar voor in het begin, zeker voor de rust van de moeder. Aparte kamer. Eigen dieren moeten natuurlijk katten ook ingeënt zijn natuurlijk.
En hier in de buurt van Tessiel wonen. Want als er wat is met spullen ook, want heel veel, alle spullen die je verbruikt, die worden vanuit het asiel aangeleverd. Dus die, ja, het is wel handig als mensen in de buurt wonen. En ook inderdaad omdat onze dierenarts hier vlakbij zit. Dus vandaar. Ja. Ja, hebben ze ook speciale verzorging verder nodig? Of zeg je van nou, de moeder die zorgt ervoor? Ze beginnen nu met zelf eten. Dus dat moet je in het begin inderdaad wel even goed begeleiden natuurlijk. Want als dan mama ligt, dan denkt mama, nou, ik heb nu heel goed voor jullie gezorgd de eerste weken. Nu is het ook mijn tijd. Dus dat moet je af en toe even scheiden. Ja, voor de rest in de gaten houden. Hè. Gewoon mocht het diarree zijn, dat je dan aan de bel trekt. Maar in principe doet de moeder natuurlijk heel veel zelf. Ja, voor de rest inderdaad krijg je uitgebreide voorlichting bij ons. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem contact op met ons. Bel ons binnen de openingstijden. En dan kunnen we je er nog veel meer over vertellen. Hebben jullie vaak pleeggezinnen nodig? Eigenlijk elk jaar hebben we pleeggezinnen nodig en nu hebben we dan, zoeken we specifiek voor haar, maar we hebben nog een moeder zitten met twee kittens, dus idem dito verhaal. Maar we hebben natuurlijk ook af en toe kittens zonder moeder, dus mocht je handig zijn met flessen, flessenkittens leuk vinden, neem contact met ons op. Vind je het leuk om bijvoorbeeld één of twee kittens die angstig zijn, dus die buiten zijn geboren en te laat zijn gevonden, en die in het begin nog even een therapietje nodig hebben. Mocht je dat leuk vinden om te doen, ja, neem contact met ons op. En dan kunnen we allemaal uitleggen wat het inhoudt en kijken of het geschikt is. Oké, ik hoop dat je het vindt. We doen ons best.